Scooters worden meer en meer populair, ook in België. Daarom hebben we beslist om de prestaties van 18 scooters van 125 cc te testen. We analyseren onze 18 scooters van 125 cc op verschillende elementen. Versnelling, remmen, uitrusting, test op de weg. Eerste deel van de test, de meting van de versnelling voor elke scooter. We hebben drie dingen gemeten. Eerst de tijd die de scooter heeft gedaan om 50 meter te mètres. We hebben de vitesse hier aan einde. En hier hebben we de scooter heeft Na de versnelling, de manoeuvreerbaarheid. De experts evalueren de draaicirkel en het gemak waarmee elk voertuig kan slalommen tussen obstakels. Nu een noodzakelijk element voor de veiligheid: het remmen. De expert versnelt met de scooter tot 50 km per uur en remt op nauwkeurige en gecontroleerde wijze wanneer de scooter de twee kegels passeert. De prestaties hangen af van het gewicht van de scooter en de kwaliteit van de remuitrusting. Daarna gaan ze verder met een aantal statische metingen, zoals hier het meten van de hoogte van het zadel of de afmetingen van het windscherm. Erg belangrijk ook voor de wegligging, ze bekijken het type banden en de vorm van hun structuur. Ander geanalyseerd element, de remuitrusting, zoals hier schijfremmen. We bekijken ook of de scooters ABS hebben of niet. Nu de ingebouwde opslagruimte. We bekijken de aanwezigheid en de capaciteit van de bagageruimte. Au dessous de la selle, on a aussi un espace et on vérifie si on peut entrer un casque ouvert. Ici, ça marche. Dans ce scooter, on peut mettre deux casques. L'autre élément d'équipement, c'est le pied latéral. S'il si est baissé, c'est impossible de démarrer le scooter. Een van de nieuwigheden op niveau van het equipement: deze scooter is uitgerust met een systeem start-stop. Dat betekent dat de motor stopt en automatisch herstart, bijvoorbeeld bij een rouge. Maar hoe gedragen deze scooters zich in het dagelijks leven? Om dit te evalueren deden we ook rijtests op de openbare weg. Specialisten en een twaalftal amateurs hebben met elke scooter een parcours van 17 kilometer afgelegd. Dit op verschillende soorten wegen. Zo evalueerden we op dit parcours verschillende technische criteria: de ergonomie van het stuur en het dashboard, het comfort van het zadel, de manoeuvreerbaarheid van de scooter en de schokken en vibraties.